Dag lieve luisteraars, wat leuk dat u luistert naar Rovers vertelt over nostalgie. Ik ben Geet Rovers en ik neem u in deze podcast mee naar het leven en werk in de jaren 30 tot begin jaren 80. Vandaag ga ik het met u hebben over de enorme taboe die er in de jaren was over seksuele voorlichting. Wij weten tegenwoordig wel hoe de vork in de steel zit, maar hele generaties toen dachten daar echt heel anders over. Was seksuele voorlichting toen een gezellig gespreksonderwerp aan tafel? Nou, niet bepaald. Of liever gezegd, daar sprak men helemaal niet over. Toen luisterden mensen nog naar de pastoor of dominee. En die had het tijdens zijn mis of dienst zeker niet over geboortebeperking. Voorboedsmiddelen, de, niks ervan. De kerk stimuleerde zelfs grote gezinnen. Was er al een tijdje geen kindje meer geboren, dan had je kans dat meneer Pastoor een bezoekje kwam brengen en tussen neus en lippen doorvroeg wanneer er weer een volgende kwam. Er stond immers niet voor niets in de Bijbel, gaat heen en vermenigvuldigt u. Nederlandse katholieke gezinnen, en met name die op het platteland, waren lange tijd de grootste in West-Europa. In rooms-katholieke gezinnen werden tussen 1880 en 1960 meer kinderen geboren dan bij andere bevolkingsgroepen. Waarschijnlijk had de rooms-katholieke kerk meer grip op zijn kudde dan de gereformeerde en hervormde dominees. Tot ver in de 19e eeuw waren Nederlanders gewend om relatief laat te trouwen en veel kinderen te krijgen, wat gestoeld was vanuit economische motieven. Waar huisnijverheid, zoals bij boeren en ambachtsmannen, de belangrijkste bron van inkomen was, was een groot kindertal bevorderlijk voor het gezinsinkomen. De oudste zonen trouwden daarom vaak op late leeftijd. Maar voordat hij kon beginnen met het zichten van een eigen gezin, moest hij eerst economisch zelfstandig zijn. En dat betekende veelal dat hij moest wachten tot hij het bedrijf van zijn vader kon overnemen. Fabrieksarbeiders konden relatief jong trouwen. Ook zij hadden een economisch belang bij het hebben van een groot gezin. Hun kinderen werkten immers mee in de fabriek en leverden zo een bijdrage aan het gezinsinkomen. Daar kwam een verandering in naarmate de lonen stegen. En doordat er in 1874 het zogenoemde kinderwetje van Sam van Houten werd aangenomen. Kinderen onder de 12 jaar werden uitgesloten van fabrieksarbeid. Tja, en om dan een grote bubs aan jong grut door het huis te laten kriulen die ook nog eens gevoed moesten worden, dat was veel minder interessant. Rooms-katholieke echtparen kregen gemiddeld 5,4 kinderen. Gereformeerden kregen 4,9 kinderen per gezin en de Nederlands hervormden stonden op een derde plek met 3,7 kinderen per gezin. De onkerkelijke sloten de rij met gemiddeld drie kinderen. Ongeacht de al dan niet aanwezige kerkelijke inslag was seks iets voor binnen het huwelijk. Het meisje behoorde zich nu eenmaal te bewaren voor haar man. Had ze marzel dan vertelde haar moeder iets over de huwelijksdaad. Maar in de meeste gevallen zal het arme schaap zich een hoedje zijn geschrokken tijdens de huwelijksnacht. Praten over seks en de gevolgen daarvan... was nu eenmaal een taboe. Bij menige zin had s'nachts het raam opengestaan... en had de ooievaar een kindje afgeleverd. Of had vader die ochtend tot zijn grote verrassing... een kindje in de kool gevonden. Dat er ook binnen het huwelijk gedwongen seks... of verkrachting kon voorkomen... daar werd in die tijd helemaal niet over gesproken. Bij wie moest de vrouw haar verhaal kwijt? Tijdens de biecht bij meneer Pastoor... Nee, de huwelijksdaad was nu eenmaal je plicht als vrouw. Dat men al dan niet gedwongen voor het huwelijk aan seks deed, dat is al zo oud als met Had een vrouw seks voor het huwelijk, dan werd ze een gevallen vrouw genoemd. Nette de meisjes deden zoiets natuurlijk niet. Nette jongens misschien wel, maar hij deed het zeker niet met een net meisje. Natuurlijk werd de man niets kwalijk genomen. Hij had per slot van rekening de lakens gedeeld met een gevallen vrouw en werd de jonge dierne zwanger, dan waren de rapen pas echt gaar. Ze moest dan trouwen, een moetje. Was ze toen de tijd ook nog eens gereformeerd, dan had ze het pas echt zwaar. Behalve dat het een enorme schande voor de familie was, schreed het bruidje veelal ook nog eens in een gekleurde trouwjurk aan vaders arm richting het altaar en moest ze tijdens de huwelijksvoltrekking in het openbaar schuld bekennen. Gek genoeg werd er van de man niet zoveel verwacht... Terwijl er toch echt twee voor nodig waren om een kindje te verwekken. Was de vader in spe in de ontkenning gesprongen en kreeg de vrouw geen ring om haar vinger geschoven, dan had ze drie opties: illegale abortus, bij haar ouders blijven of naar een huis gaan voor ongehuwde moeders. Er werd in die tijd namelijk gedacht dat ongehuwde moeders hun kind nog geestelijk, nog materieel veel te bieden had. En daarom werd er bij de arme schaap op aangedrongen om abortus te plegen of om het kind af te staan. Bleef het meisje bij haar ouders, dan werd ze met de nek aangekeken en fluisterde heel haar omgeving. Daar loopt die gevallen vrouw. Dan was daar nog de optie abortus. Zo illegaal als wat. Menig meisje werd door een vrouw die zich hierin had gespecialiseerd en zich in het geheime begaf, om vooral niet opgepakt te worden geaborteerd. Daar moest flink voor worden betaald en het ging veelal mis waardoor het meisje stierf aan inwendige bloedingen. Maar er waren ook artsen die in het geheim de abortus uitvoerden. Natuurlijk niet in een ziekenhuis, en ook bij hem waren de instrumentaria niet steriel. En ontbrak het ook bij hem aan kennis over het inwendig vrouwelijk lichaam. Ook bij hem kregen veel vrouwen complicaties, stierven daar uiteindelijk aan of werden onvruchtbaar na de ingreep. Had men halverwege de jaren 90 wel geld te besteden, dan was dat weer een ander verhaal. Dan kon je naar de goede arts die het weliswaar stiekem deed, maar wel in een ziekenhuis. Geschat werd dat er in de jaren 50 tot en met de jaren 70 enkele tienduizenden abortussen per jaar plaatsvonden. Pas in 1984 trad de Nederlandse abortuswet in werking, de WAZ, de wet Afbreking Zwangerschap. Abortussen mochten alleen verricht worden door een geneeskundige, in een ziekenhuis of een kliniek die hiervoor een speciale vergunning had. Als laatste was daar de optie om de baby af te staan. Was het meisje thuis niet meer welkom, dan kon ze naar een al dan niet katholiek huis voor ongehuwde moeders. De vrouw moest er drie maanden voor de bevalling tot drie maanden na de bevalling blijven. Intussen tijd kon ze dan rustig bedenken of ze zelf voor haar kindje ging zorgen of deze toch ter adoptie zou afstaan. Pas na 1965 werd het ongehuwde moederschap meer geaccepteerd in de samenleving. Nederland was overigens een van de laatste landen binnen Europa die adoptie pas in 1956 regelde. Nu rijst de vraag: bestond er toen nog helemaal niets aan geboortebeperking? Apostel Paulus had hier aan het begin van onze jaartelling een briljante oplossing voor: seksuele onthouding. Op zich een prima oplossing, maar daar zullen waarschijnlijk weinig echtparen hoor aan hebben gegeven. De alleroudste vorm van geboortebeperking is de coitus interruptus, oftewel voor het zingen de kerk uit. De heer in kwestie moest dan wel over een uitstekende zelfbeheersing beschikken. Onze volvaderen waren 6000 jaar geleden overigens veel slimmer en deden al geboortebeperking. De oude Egyptenaren gebruikten toen al een condoomachtig linnen zakje en de Grieken en Romeinen gebruikten condooms gemaakt van geitenblaas. Ramawa schakelde onze beschaving daarna terug naar totale onwetendheid. Tot in de 16e eeuw er een vreselijke syfilus uitbrak, toen nog een dodelijke ziekte. Een Italiaanse arts, Girolama Fracastoro, bazuinde rond dat wanneer men in een in water gedrenkt linnen zakje over de penis schoof, men zich tegen syphilis kon beschermen. Dat hiermee ook een zwangerschap kon worden voorkomen, daar predikte de brave man natuurlijk niet over, want seks was nodig voor de voortplanting en niet alleen bedoeld omdat men het zo prettig vond. In de 18e eeuw gebruikte men de blinde darm van lammertjes, kalveren of geiten. De darm werd gedroogd. En ingewreven met olie en met een lintje strak om de benen gebonden. Deze vorm van anticonceptie was overigens hartstikke handig, want deze zelfgemaakte condoom werd gewoon uitgewassen en aan de lijn te drogen gehangen. Pas vanaf 1930 was daar de latex-condoom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verboden de Duitse bezetters het gebruik van condooms. Zij hadden immers soldaten en soldatenmoeders nodig. Vindingrijke soldaten ontdekten overigens een hele andere functie voor het condoom. Ze trokken deze over de loop van hun geweer om zo het wapen tegen water en stof te beschermen. Na de Tweede Wereldoorlog duurde het nog tot 1971 voordat het verbod op vrije verkoop van condooms werd opgeheven. Ondanks dat er dus wel degelijk mogelijkheden bestonden om veilig te bevrijden, waren de gezinnen tot halverwege de 20 e eeuw veelal groot, met als gevolg veel armoede. Om deze armoede te bestrijden werd al in 1881 de Neo-Malthusiaanse Bond opgericht. Zij gaven Binnenskamer seksuele voorlichting en bespraak het gebruik van een voorboedsmiddel. Deze bond werd in 1940 tijdens de bezetting van de Duitsers natuurlijk opgeheven. In 1946 werd de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming opgericht, de NVSH. Nederland was hard bezig om het land weer op te bouwen en alles was schreeuwend duur, zodat een groot gezin voor velen niet echt handig was. Wilde men aan een voorboedsmiddel komen, dan moest men lid worden van de NVSH. Aangezien de openbare verkoop van voorboedsmiddelen nog was verboden. In 1946 had, het, had de vereniging al 18.000 leden, wat groeide tot eind jaren 70 tot zo'n 35.000 leden. Pas in 1969 werd een wetsontwerp van kracht waarin de vrije verkoop van voorboedsmiddelen was geregeld. De pil kwam eind jaren 50 in de Verenigde Staten op de markt als een middel tegen menstruatiestoornissen. Op de bijsluiter was als bijwerking een tijdelijke onvruchtbaarheid vermeld. Niet alleen de Amerikaanse vrouw kamte met deze stoornis. Na het horen van dit goede nieuws verspreidden deze zogenaamde menstruatieklachten zich begin jaren 60 als een pandemie over heel Europa. De Nederlandse vrouw kon pas vanaf 1964 beginnen met de pil. En toch zou het nog een aantal jaren duren voordat er openlijk over deze revolutionaire uitvinding werd gesproken. De libelle had de primeur. Zij schreef in 1968 als eerste grote vrouwenblad een artikel over de pil. Een beetje boten naar de vis, want deze werd in 1966 al door 300.000 vrouwen geslikt. Andere bladen als de Beatrice en de Magriet volgden al snel en bespraken de voor- en nadelen van de verschillende vormen van anticonceptie. Maar niet over het onderwerp seks of geboortebeperking. Dat had weer met de adverteerders te maken. die niet gediend waren van deze controversiële onderwerpen. Wilde een vrouw meer informatie? dan moest ze deze maar zien te halen bij de huisarts. of een voorlichtingsavond van een of ander vrouwenclubje. Nederland begon langzaamaan wat moderner te worden. Er klonken zelfs positieve geluiden uit de rooms-katholieke kerk. Zo was daar in 1963 bischop Bekkers op tv te zien. Die verkondigde dat het een zaak voor eigen geweten betrof. Of een zeer progressieve schreef artikel over geboorteregelingen in het Blad Doorkijk, een verenigingsblad van het Katholieke vrouwengilde. De eerste blote borsten op de Nederlandse buis waren die van de 21-jarige Phil Bloem tijdens het baanbrekende VPRO-programma Hoepla in 1967. Zij zat naakt verscholen achter een krant in een stoel en liet plotsklaps de krant zakken. Nederland was in shock. Het zou tot 1972 duren voordat men op de Nederlandse televisie seksuele voorlichting gaf. Tijdens het avondprogramma Seks in Wording spraken een arts en psychiater openlijk over de zaken als masturbatie en menstruatie en was eigenlijk bedoeld om ouders een handje te helpen hoe ze hun kinderen seksuele voorlichting konden geven. Het woord neuken was voor het eerst te horen in 1974. Presentator Joop van Tijn gebruikte het woord tijdens het programma Open en Bloot, wat uitgezonden werd door de FARA. Daarin vertelden gewone Nederlanders van tieners tot ouderen over hun seksleven. Het leek wel of Nederland in de jaren tachtig echt wel klaar was met het praten over seksuele voorlichting. Men wist het nu allemaal al wel toch? Totdat Veronica door de komst van AIDS in 1987 een hele televisieavond weide aan het onderwerp Veilig Vrijen. Daarin werd besproken hoe je verstandig seks kon hebben en werd er zelfs een condoom afgerold op een erectie. In close-up. Het is dan ook voor het eerst dat op de Nederlandse televisie te zien was hoe een penis de vagina binnenging. Onze voorouders zouden ze waarschijnlijk in een graf hebben omgedraaid bij het zien van zulke beelden. Alhoewel het misschien heel wat leed voorkomen zou hebben wanneer men toen al ze openlijk sprak over seks. En de daarbij behorende seksuele voorlichting. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ik zou het erg leuk vinden wanneer u mij zou willen blijven volgen. Op mijn website www.geterovers.nl kunt u niet alleen luisteren naar de eerder opgenomen podcast. U kunt daar ook mijn columns over vroeger lezen. En kijken naar interviews waarin ouderen vertellen over het leven en werk van vroeger. Er is mij u alleen een fantastische dag toe te wensen, en ik hoop dat u weer gaat luisteren naar een volgende podcast, waarin Rovers vertelt over nostalgie. Dag allemaal!